mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, Warker of Talwart. En vandaag zitten we in de game Warface. Ik heb deze game jaren geleden gespeeld. En toen heb ik met Arne een video gemaakt. De Messi en Ronaldo Challenge. De Messi Challenge, dat was met alleen een Messi, dus met een mesje, mensen doodmaken. En de Ronaldo Challenge, dat was met alleen een pistool. Ik weet ook niet waarom. Ik ben vandaag terug in Warface. En ik ben echt gewoon slecht. We gaan de Messi en Ronaldo Challenge doen. Ik ga beginnen met alleen de Ronaldo Challenge. Deze game, ik heb hem al een tijdje niet meer gespeeld. Dit is zo moeilijk. Toen hadden mensen nog geen wapens. Nu is iedereen gewoon professional in dit spel. Oh, maar dat is wel echt heel toevallig. Dat was toen precies deze map. Oh, ik heb een kill. Daar is iemand. Letterlijk, daar is iemand. Ik wist het. Het is zo moeilijk met alleen dit ding. Dit is ook nog de standaard pistool. Dus ik kan er echt gewoon niks mee. Normaal ben ik zo pro-sniper. Ik heb een tijdje geleden een hele mooie sniperplay gedaan. Waarom kan ik hier niet op? Oké, dat gaat dus niet blijkbaar. Had ik een hele mooie sniperplay gedaan en die sniperplay, dat was zonder geluid wel, maar die komt zondag online. Kut. Ah, dit gaat niet meer. Vroeger was het nog oké te doen. Nu is het impossible. De Messi challenge gaat denk ik nog makkelijker zijn. Want dat is gewoon twee keer onderhands of één keer bovenhands en iemand is dood. Maar dit is vijf schoten en die zijn dood. En dan moet ik nog... Allee, mensen hebben goede wapens en shit. Dus ik hoor iemand. Godverdomme, ik schrik mij een ongeluk. Oh, wat de hel, het is ook gewoon 65 tegen 1. Het is 66, 68 tegen 1. Ik heb die ene kill gemaakt met mijn pistooltje. What the fuck is deze game? Ik kan hem snipen. Is hij echt gaan liggen? Oh, hij is dood. Daar is iemand. Nou, kut achter mij. Ah, het staat 83 tegen 1. De enige kill van deze hele game was met mijn pistooltje. Dit kan toch niet? Ah nee, wacht. Oh. Ah ja, dat was ik vergeten. Het is een free-for-all potje. Ik dacht dat het team deathmatch was. Maar het is free-for-all. Ik zit in een free-for-all potje met alleen mijn pistooltje. Wat ben ik aan het doen? Ik ga gewoon hier blijven zitten. Vandaar dat ik ook echt gewoon overal in een span. Maar dit is onmogelijk. Dit is echt gewoon onmogelijk. Allee mensen. Ik vind het niet meer leuk. Maar de Messi challenge gaat normaal wel te doen zijn. Kom aan, ik had hem kunnen killen. Waarom hebben mensen zo'n goede pistooltjes en goede wapens over het algemeen? Mensen zijn gewoon te professioneel geworden in deze game. Wat de F is dit? Ik ga gewoon hier zitten campen. Toch ga ik nog doodgaan, hè. Ik ga het zien. Kijk, nu weten zij waar dat ik ben.
dat je geen suppressor kunt zetten op je pistooltje. Maar ik vind snipen leuker. Ik heb eigenlijk die video niet eens teruggekeken, dus het kan goed zijn dat ik gewoon... Dat het gewoon zo no-scope was of zo, Ronaldo. De Ronaldo challenge. Maar ik weet dat niet meer. Yes, 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 yes. Drie kills. Maar ik weet dat de Messi challenge dat met een mesje was, maar ik ben niet eens zeker of dat de Ronaldo challenge met een pistooltje was. Dat kan toch bijna niet. Dat is even gewoon zo'n no-scope challenge, zo. Zoiets. Oké, nee, dat gaat niet lukken. Oh, ik heb die gewoon gekillt. What the fuck, mensen? What the fuck is deze play? Nee, kill steal. What? Bah, ik zit vast te vaven. Nee, hier. Is hier iemand? Ben bang. Hallo, is hier iemand? Kijk. Oh, daar is iemand. Auw. Maar dat was toen ook zo tegen Arne, dus toen kon ik zo zijn van wow, ik heb een message kill. En toen was hij van wow en wow. En toen was het zo heel leuk en nu is dat zo van ja, hallo, ik ben alleen, want niemand heeft een wowface, want dit spel is eigenlijk echt gewoon dood. En het is nooit levend geweest eigenlijk, maar ja. Kut, ik ben zo scheef. Dat ene schot en dan is het nog scheef. Dit spel is echt gewoon... ik krijg echt een hartinfarct, ik krijg van het spel gewoon. Gillen maar. Die kan je nu echt gekillsteeld? Hij heeft die gekillsteeld waarschijnlijk, hè? Ah. Oké. Vijf kills in totaal met mijn pistooltje. Hoe weet hij dat ik daar zit? Gaat hij mij nog achteraan komen of gaat hij gewoon hier op even campen? Hij is gewoon weggelopen. Ik hoor hem daar. Ja! Ja. Kut. Dat was niet heel aardig van die guy, want ik heb 6 kills. Kom aan, nog 20 seconden, ik wil u nog killen. Nee. Nee, kom aan, nog 30 seconden, ik wil nog een kill. Alsjeblieft. Kom aan, iemand. Ja. Nee. Ik sta niet als laatste. Oh, ik ga niet eens foten, want hierna, ik ga gewoon... Voor mijn Messi ga ik wel een Team Deathmatch doen, hoor. Want dit is onmogelijk. Ik heb 7 kills. Dat was eigenlijk wel leuk. Ik heb nog een shooting currency van het hoogste. Wajo. Oké, op naar de Messi challenge.
onderweg naar een team deathmatch in Airbase. En ik heb dus net mijn video bekeken. En ik ben erachter gekomen dat de Ronaldo Challenge helemaal niks met een pistooltje heeft te maken. Ja, ik had misschien beter mijn video bekeken voordat ik deze video ging maken. Want ik moet de Messi en Ronaldo Challenge doen. Dus ik moet ook nog no-scopes gaan doen. Want dat is namelijk de Ronaldo Challenge. De Messi Challenge is Messi's alleen. En dat ga ik nu doen in deze pot. En daarna gaan we de Ronaldo Challenge doen. Ik ga dit gewoon de Messi en Ronaldo en... wij zijn nog een goede voetballer. Johan Cruijff. De Messi en Ronaldo en Johan Cruijff. Wauw, joh. Challenge. Oké. Ik kan dus zo doen. What the fuck? Ik heb daar zwaar veel lijk. Oké, maar ik ga nu even nog voordoen. Zo, ik kan zo doen. Dat is een lange slag. Dat is met L2. En dan kan ik zo doen. Dat is een korte slag. Dat is met R2. Oké, dus daar zijn veel mensen. Daar zijn zo, die allemaal schieten. Dus ik ga omlopen. Ik ga hier naar beneden. Nee. Dit is moeilijk. Ik moet daaronder gaan. Ik moet eronder gaan. En dan omhoog gaan met het trappetje. Gevaarlijk. Ik had hem bijna. Ik was helemaal volle concentratie. Ik had hem zo bijna. Wan. Kutstreek. Het is gewoon een kutstreek. Die gaan hier staan. Ik moet goed luisteren. Waar deed ik mijn zo? Hij is gekillstealed. Ik had hem bijna. Wat doe ik mezelf aan? Ik ga als mensen hier binnenkomen, ik volledig mee. Hoe? Oeh, een claymore. Yes. Kill. Ik ga hier gewoon campen. Nee, kut. Ik had de andere kant moeten staan. Daar kijken ze niet als eerste. Verkeerde wapen. Dat is een claymore van ons. Kijk, hier staan even teammates. Ja, oké, dat is niet zo slim. Nee, maar was mijn kill. Kill stealer. Nee, als ik gewoon één stapje meer vooruit was gekomen, dan had ik hem volledig dood gemaakt. Volledig dood. Sowieso moet ik ook nog gaan no-scopen. Wat doe ik mezelf aan deze dag? Van deze maand.
Het is december. Het is 2 december vandaag. Ik ben een beetje laat met deze video op te nemen. Kut. Ik kan niks doen. Ik ben niet snel genoeg. Het is heel lastig. Deze challenge is heel lastig. Niet even... Misschien... Ik weet niet. Misschien even lastig als die andere. Ik wou hem gewoon even een messie. Gewoon even een messie in zijn rug steken. Kom aan, bij wie mag ik mijn messie in zijn rug steken? Kijk. Killstealer! Waarom zijn er overal mensen? Geen idee waar ik naartoe moet. Kut. Blijf erop. Nee! Vast. Ik ben naar beneden. Oh, wacht. Ik kan hier terug omhoog. Waarom campt iedereen? Waarom in deze map campt iedereen? Oh, god. Heeft hij mij daar afgeduwd of ben ik er zelf afgesprongen? Oké, wat kan ik hier allemaal beleven? Hallo? Hallo? Nee, oké. Hallo, kan ik hier naar boven? Oh ja, ik kan hier naar boven. Kan ik hier een granaat gooien? Hallo? Oh, kijk, daar is iemand. Hoi! Ja! Ja! Kom at me, bruh! Ah, kut. Maar weer hij. Weer hij. Ga iets anders doen met uw leven. Ik weet dat hij daar zit. Laten we allemaal eventjes negeren dat dat is gebeurd. Ik heb niks gezien. Heb jij iets gezien? Ik niet. Ik weet gewoon dat hier iemand staat. Oké, hij komt. Hij komt. Maar waarom willen mensen mij niet gewoon 1v1? Gewoon even mesje tegen mesje. Gewoon even. Allee, hoe moeilijk kan het zijn? Je moet niks doen. Je moet gewoon heel even gewoon leuk zijn voor mij. Zodat ik ook een leuke video kan maken. Oh. Nee! 1 milliseconde later en hij was volledig doodgeramd. Oh, hij is gesniped. Door die guy daar. Daar is iemand. Ik kan messen. Oh, ik kan hier naar beneden. Wow, dit heb ik nooit gezien. Ah, hij zat vast. Kut, dat zijn 23 mensen. Ik denk niet dat ik heel veel kills heb. Hoeveel kills heb ik? 3. Laten we zeggen dat ik meer had verwacht van mezelf. Ik ga gewoon heel even hier eens rondsneaken terwijl iemand mij van achter pakt. Dit haat ik, hè. Dat mensen gewoon... In elke game zijn ze zo, hè. Je kunt naar de oudste, slechtste game ooit gaan en toch zijn mensen zo nog van... Haha. Fuck you. Ik ga je in hun rug pakken. Ja. En ik kon mensen niet meer in hun rug pakken met mijn mesje. Maar zij zijn zo van... Nee. Ik ga deze guy volledig... Oh, oké. Tot niets. Dat is al dood. Oh. Daar zijn mensen binnen. Nee, laat mij. Laat mij. Ik wil ook mensen met een granaatje killen. We hebben het terug overgenomen, ze komen vanaf hier.
Hier zijn mensen, hè. Ik ga deze entrance pakken. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Laat mij. Kut. Ik heb hem één keer geraakt. Laat een man zijn met zijn mesje in uw rug. Waarom zou je dat zelfs doen? Dat is gewoon zo van... Nee, ik vind het niet meer leuk. Kijk. Ik ga volledig iedereen schenken. Hier. Nee, dat was mijn kill! Ik wil trailer park. Hierna ga ik snipen, dus... Nee, maar Airbase is geen goede sniperplaats. Ah ja, wacht, ik ga toch noscopen, dus heel veel plaats heb ik niet. Oké, dan zal ik hier wel noscopen. Hier, 3 melee kills. Niemand anders. Ikke. Alleen ik. Ik ben de beste van de melee kills. Wanneer ik de Messi, Ronaldo en Johan Cruijff challenge doe. Ik heb Johan Cruijff heb ik gedaan, nu heb ik Messi gedaan, nu ga ik Ronaldo doen. Oké, dat klinkt best verkeerd. Niemand denkt daarbij na, oké? Oh, maar het was ook 100 en 8, 107. We waren gewoon één... Kijk, één kill ervan af. Kutspel. Ik vind het niet meer leuk. Kijk ook mijn shooting accuracy. Ik heb niet eens één schot gevuurd. Wat? Zalig. Oh, ik wil deze. Oké, ik ga naar mijn inventory kijken en dan ga ik kijken. Is het mijn ik wil meeste damage. Die heeft 350. Maar die heb ik niet meer. Die is 260. Oké, 260. Ja, ik ga die pakken. Die doet meeste damage. Oké, kom aan. Starten. Kijk. Oh, oké. Okay. Die is nu gewoon naar ons team gegaan. Kom aan, trolling. Start. 3, 2, 1. Ja. Oké. Kom aan. Ik ga iedereen Ronaldo. Ik ga iedereen no-scopen. Wajo. Oké. Sniper is allowed. Airbase, ik ga iedereen neermaken. Ik ga gewoon zo. Nieuw. Ah, maar waarom duurt het zo lang? Oh, er zijn mensen aan het joinen. Wajo. Mensen hebben gewoon zo een diamantje met 3 streepjes erboven. Ik heb zo... Ik weet niet wat dit is. Dat is zo'n... raar ding, jongen. Gewoon een raar ding. Met 1 streepje erboven, by the way. Dus, ja. Waarom duurt het zo lang voor te laden? Scariz. Laat gewoon even in, man. Ik ben nu een half uur bezig. Deze video gaat 5 uur lang worden. Maar Rune komt toch pas binnen anderhalf uur, dus tijd zat, zoals ze dat wel eens zeggen. Maar waarom... daar is één man. Oké. Kijk, dit wapen. Dit is een Tweede Wereldoorlog wapen of zo. Kan het zelfs... Dat ga ik even doen, dat ze mij niet zo goed horen en dat ik gewoon even kan shanken. Waarom is die niet dood? Oké, ik ga gewoon eerst hier even zo. Heel even rondkijken. En dan gaan we naar binnen schenken. Dat was toch op hem? Dit is waarschijnlijk het meest... Ah ja, wacht. Ja, dat was zo. D-
deze dingen zijn gewoon super inaccuraat als je deze no-scope. Als je al iemand raakt, dan moet je echt gewoon blij zijn. Dan moet je die nog 2 keer raken voor die te killen. Dit is onmogelijk. Daarom heb ik dat dus maar 1 keer gedaan. Ja! Ja! Ik heb iemand gekild. Ik ben best wel blij met mijn 1 kill. Waar blijven mensen? Hallo? Oh, daar blijven ze. Ik ben weg. Waarom is hier niemand? Het is zo eenzaam. Daar, jou! Ah! 2 kills! Dat was gescoopt en genoscoopt. Hij weet niet dat ik hier zit. Dat ding is zo inaccuraat als je dat noscoopt. Like, ik had 1 keer gescoopt, ik weet het, maar hij was niet eens dood, dus laat mij. Daarna was hij wel dood als ik hem noscoopte, maar als je al 1 keer iemand noscoopt. Die kill telt niet. Die kill telt niet. Dat was een headshot. Dat was een headshot. Oké. Ik heb geen idee. Ik doe gewoon met total kills min 1. Kom aan, ik wil gewoon 1 no-scope kill. Kut. Kut. Kut, ik moet echt gewoon leren. Gewoon leren leven gewoon. Ik moet korte battles hebben, want ook, daar ben ik ook in de achterstand. Maar gewoon, daar heb ik gewoon... Dat is gewoon kut, maat. Dat is gewoon... Ik heb hem 2 keer genoscoped. Hij moet zich echt slecht voelen. Of misschien 1 keer gescoped en... Hoe zitten jullie hier met z'n tweetjes? Mamma mia! Yes, 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 no scope. Oké, het is nog maar... Wacht, hij nog altijd maar 1 niet no scope kill. Oké, dat was ook een niet no scope kill. Dus 2 niet no scope kills. GG, in een no-scope challenge doe ik 2 niet no-scope kills. Oh god, ik dacht dat dat een enemy was. Kan ik hier af? Nee, maar ik ben toch aan het crouchen, dan kan ik er toch niet af. Is er iemand hier? Hier is iemand. Daar is ook iemand. Het was pistooltje tegen one-shot no. No scope. Waarom zijn hier mensen? Waarom zijn hier mensen? Daar horen geen mensen te zijn. Dit ding is zo onaccuraat, maat. Ik kan gewoon hier blijven zitten, want hier krijg ik meer kills dan ergens anders waarschijnlijk. Oké, ik ga hier blijven zitten. Hallo? Waar zijn ineens al die campers? Oké, dan. Dan niet, hè? Kut, ik had hem nog 1 keer geraakt ook. Oeh, deze challenge is moeilijk. Maar ik ben gewoon zo geneigd van te snipen, omdat ik gewoon de laatste tijd alles wat ik doe is snipen. Die guy ga ik doodmaken. Zonder no scope. Easy. Oké, 3 niet no scope kills.
Dit is zo moeilijk. Oh kut, hij is daar weer. Oké. Vier niet no-scope kills in een no-scope challenge. Vier niet no-scope kills in een no-scope challenge. Maar maat, ik ben aan het no-scopen. Laat me toch even. Ze zitten daar met z'n vieren. Met z'n vieren! Oké, ik kan vier mensen killen met god miljard. Dit soort impossible. Wacht, ik kan gewoon in dat vliegtuigje. Gewoon in dat vliegtuigje even een neuskopje doen. Is hier iemand die mij wil doodmaken? Oh, daar is iemand. Daar is ook iemand. En daar was ook iemand. Ik dacht dat die guy voor mij mij saved'e, maar blijkbaar niet. Ik kan niemand meer vertrouwen in tijden als deze. Kijk, zo doet je dat. Perfect. Perfect. Hier, maar maat, ga je nog gaan, jongen? Hey, kut. Dank. Ja! Het is meer like een shotgun. Kut, ik moet reloaden. Oh! Wat? Wat? Oké. Ik heb nog altijd vier niet no-scopes. Oh, maar jij bent niet zo slim, hè, moord. Ja, maar... Het is niet eerlijk. Niet eerlijk. Oké, ik ga gewoon zo. Zo. Ja, maar dat is het probleem met deze. Dat is het probleem met deze game. Gewoon zo, je schiet super accuraat. Gewoon het midden van je crosshair is altijd raak. En dan doe je no-scopes en dan is dat echt gewoon naar de andere kant van de kamer. Hè. Die kogel die draait 180 graden ineens. Gewoon als je no-scope doet. Alleen denk je dat dat uitmaakt of zo in het echt? Nee, hè? Oké, dan gaan we nu naar binnen via hier. Oh, daar zit iemand van mijn team. Dat wist ik niet. Dat was niet heel aardig, vond ik. Oh, ik ga zo blij zijn als ik weer een normale game kan. Alleen gewoon een normale pot kan spelen. Gewoon op een normale manier. Het zou zo leuk zijn. Ik vind het zo niet leuk dat ik dit gewoon doe. Echt waar, ik doe het ook voor mijn YouTube-kijkers hoor, want die paar dat het zijn, zijn het eigenlijk niet waard, maar oké, die heeft mij doodgemaakt, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Kan ik? Op de ene of andere manier. Zou ik zo vies verre no-scope kunnen maken gewoon. Oké, maar dit ding is ook zo van hout. Zo. Oh, 11 kills? Min 4. Toch nog 7 kills. Ik vind Oil Depot nice. Toch 7 kills in de Ronaldo Challenge. Nu hebben we alle challenges gedaan. De Johan Cruijff Challenge met het pistooltje. De Messi Challenge met de mesjes. En de Ronaldo Challenge met de no-scopes. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ga nu... ik weet niet, ik vind het niet meer leuk. tot volgende week. Ah ja, wacht. Zondag komt mijn coolste play ooit online van Warface. Tot zondag.